Het is 4 jaar geleden dat bekend werd dat het Natuurmuseum verhuist van de voormalige synagoge aan de Gerard Nootstraat naar de Bastij. En deze maand is het dan zover. 4 jaar lang probeert de Kitty de Wijze Stichting dan ook al voor elkaar te krijgen dat er een Joods cultureel centrum in de synagoge komt. Ondanks de geleverde inspanningen is het toch niet gelukt. Op het moment dat ik hoorde dat hij vrij zou komen, dat het Natuurkundemuseum weg zou gaan, ben ik naar de gemeente toe gegaan. Ik heb gevraagd wat is verder nu de bedoeling van dit pand. En toen werd er gezegd dat het pand vrij kwam en met een voorlopig koopcontract aan een vastgoedhandelaar was verkocht. Ik heb toen de vastgoedhandelaar opgezocht en ik heb gevraagd of er een mogelijkheid was om iets met elkaar te kunnen doen. Of hij bereid was om het pand of af te zien van de koop van het pand. Nou, dat was helemaal niet zijn bedoeling, want hij bleef erbij en dergelijke. Ik zeg, als ik nou meer bied, ik wist dat het 5,5 ton was, dat die gemeente moest hebben. Als we nou meer bieden, zeg maar 7 ton of wat dan ook, wat doet u dan? Nee, zegt hij, dan blijf ik nog bij mijn besluit, ik wil dit gebouw hebben. Al die tijd tot en met, vanuit 2013 tot nu toe heb ik het aangehouden. En mijn bedoeling was dus om deze week of deze maand eigenlijk een persbericht uit te doen gaan van dat we afzagen van het gebouw. Maar met in het achterhoofd mocht überhaupt in de tijd nog de mogelijkheid zijn dat we dan alsnog geïnteresseerd waren.